Gedicht Zoekt Muur is een initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen. De Kaaimuur van Ruppelmonde werd voorgedragen door de Kruibeekse Cultuurraad en haalde het van het stationsgebouw van Melle en de muur langs de toegangsweg van het gemeentelijk domein De Gellink in Elsegem. Ruppelmonde wint een gedicht op maat van de Oost-Vlaamse plattelandsdichter Lut de Blok. De vormgeving wordt verzorgd door kunstenaar Injas de Volderen. Het gedicht op de Kaaimuur zal in het najaar ingehuldigd worden. De jury van Gedicht Zoekt Muur was vol lof over onze locatie. De visuele monumentaliteit van de Schelde en het achterliggende landschap worden ondersteund door de uitgestrektheid van de Kaaimuur, die op vlak van poëzie en vormgeving enorm veel mogelijkheden biedt.